Hartelijk welkom, mensen, bij zijn boodschap in de openbaring. We gaan nu verder met hoofdstuk 7, het eerste deel. Een heel bijzonder hoofdstuk, want daar staat heel veel in. En zoals u weet, voordat wij dat gaan onderzoeken, hebben we juist ook bij dit hoofdstuk Gods Heilige Geest nodig. Wilt u daarom samen met mij bidden, ook thuis, doet u dat vooral, want het is echt nodig om dit ook te kunnen en mogen begrijpen. Laten we samen God danken en bidden. Lieve goede getrouwe God de Vader, wat is het toch geweldig dat u ons hebt geroepen, en elke keer weer, dat we hongerig zijn naar uw woord. We willen nu in het bijzonder voor uw heilig aangezicht komen om u te vragen, lieve Vader in hemel, lieve Heer Jezus, of we inzicht kunnen krijgen. Juist in openbaring 7, in die 144.000, wat hebt u daar precies bedoeld? Lieve Heer God, kom met uw heilige geest over ons, bij de mensen thuis, maar ook bij mij. Want uit mezelf kan ik ook helemaal niets. U bent degene die mij alles ook in mijn hart moet leggen. Als overbrenger voor u. Naar uw geliefde kinderen toe. Lieve Heere God, dit alles bidden we niet omdat we dat verdiend hebben. Maar uit uw grote genade. Uw liefde en uw trouw in om Christus Jezus, onze geliefde Heer zijn naams wel. Amen. Openbaring 7 de 144.000. Die komt nogmaals aan bod in Openbaring 14, maar hier staan juist in Openbaring 7 hele bijzondere dingen. In. En laten we maar eens beginnen. En dan beginnen we even bij Openbaring 8. Openbaring 8 vers 1 daar staat en toen het, dat is Christus weer het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Wat wordt daar bedoeld? Het zevende zegel wordt pas geopend in Openbaring 8, vers 1. Dat moet u onthouden. Voor de opening van het zevende zegel gaat een groot tafereel vooraf. Hetgeen hier in Openbaring 7 wordt beschreven. Uit dit verband blijkt duidelijk dat de verzegeling onder het zesde zegel plaats moet vinden. En dat klopt ook. Als we door de profetieën heen gaan, dan zult u dit ook beter verstaan. Want dan hebt u meer overzicht, juist ook in de Bijbel. Dus onthoudt u dat dit deel er wel tussen zit: tussen openbaring 6 en openbaring 8. Maar het is wel een eindtafereel. Dat moet u voor uzelf vaststellen. Want de bezuinigen beginnen weer aan het begin namelijk. Maar dat wijst zich allemaal verstel. We gaan eerst beginnen. Want wat is het Bijzondere aan de bezuinen. Ik zei wel, er zijn bijzonderheden aan, maar dat willen we nu eerst eens goed gaan begrijpen. In de King James versie staat trompetten, maar dit is gelijk aan hetgeen er in de staatvertaling staat. Dus als bezuinen. Let er vooral op dat de bezuinen in de chiastische structuur parallel lopen met de gemeenten en de zegels. Dus die chiasma, weet u het nog? Er waren in het verleden verschillende inzichten aangaande de bezuinen. Momenteel is vrijwel alles duidelijk. Alles is gewoon duidelijk, kun je stellen. Hoe verder we in de tijd komen, hoe beter inzicht we in de profetische verklaringen krijgen aangaande deze bezuinen. Die bezuinen die komen in vers 8 komen die aan de orde, maar die zouden natuurlijk opnieuw moeten beginnen bij de zeven zegels. En wat staat daar precies in die bezuinen? In die zeven bezuinen. U ziet hier de zeven bezuinen of zeven trompetten met de val van Babylon. Uitleg van het derde deel van de chiasma. En wat staat daar? De zeven bezuinen voor de tijd van boetedoening, voor de sluiting van die genadetijd. De zeven laatste plagen na de tijd van boetedoening en na de sluiting van de genadetijd. We weten, aarde, aarde. Dus weer in openbaring 8 en openbaring 16 wordt over aarde gesproken. De zee en de zee. Rivieren en fonteinen, de rivieren en fonteinen. Zon, maan en sterren, de zon. Verduistering, bodemloze put, springhanen, duisternis over de troon van het beest. Rivier, de eufraat, rivier, de eufraat. Luid erop, het koninkrijk van Christus. Luid het is geschied. U ziet weer, dit zijn die zeven bezuinen. Dit zijn de zeven laatste plagen. En wat willen we daar nu mee zeggen? Wat houdt die tijd van al die zeven perioden, van die zeven laatste bezuinen in? Laten we maar eens kijken. We hebben Efeze gehad, Smyrna, Pergamum. Thyatira en die moeilijke tijd in Thyatira, Sardis en Philadelphia en Laodicea. Dat is die derde engelenboodschap. En hier bevinden we ons nu. En in die tijd bevindt zich dus, u begrijpt het, die zeven bezuinen. Dus van 31 na Christus tot de wederkomst. En dat heeft alles te maken waar we nu mee bezig zijn. Want dat heeft met... Ons mensen te maken. Er gebeurt iets. Er komt een scheiding tussen de mensen. En dat heeft alles te maken met Openbaring 7 en ook weer Openbaring 8. De getallen van de mensen welke op aarde leefden en leven. In Openbaring 7 en Openbaring 9 staan de verzegelden en de verlorenen in relatie tot vier engelen die de vier winden houden. Vandaar dus dat we nu ook even een stukje uit Openbaring 8 pakken. Dan krijgen we die verbanden beter duidelijk. Zowel in Openbaring 7 als in Openbaring 9 zijn deze categorieën mensen geteld. Dus we bevinden ons nu even in Openbaring 8 tussen 7 en 9 dus in. Want dat heeft met de verzegelden in 7, waar we het straks over gaan hebben, te maken. En met de verlorenen in Openbaring 9 ook weer. In Openbaring 7: het volk van God, dus de verlosten, waar we het over zullen hebben. En in Openbaring 9: de tegenhangers van Gods volk, de verlorenen. In beide tekstgedeelten wordt namelijk gezegd: en ik hoorde het getal van hen. En daar staat de Griekse naam ook nog bij. Dus, het moet duidelijk zijn dat er een verzegeling komt voor die tijd. En daar willen we het nu over hebben. Zoals u begrijpt. Straks zult u ook die hiastische structuur ook beter begrijpen, maar we zouden beter kunnen zeggen. Ja, we moeten openbaring 7 over openbaring 8 heen tillen. Maar dat doen we natuurlijk niet. Want we gaan gewoon in volgorde verder. Vandaar even eerst deze inleiding. Nu gaan we met openbaring 7 beginnen. Hoe zit het met het getal van godskinderen en de verzegeling? Daar er we mee. Wie kan staan op de dag des oordeels? Alleen de verzegelden. Dat mag duidelijk zijn. De verzegeling van Gods volk vindt plaats vlak na de Nationale Zonderswet is afgekondigd. Hiermee gaat ook de genade deur dicht voor Gods gemeente Sion, juist voor de Laodizensen dus. Laten we dat goed voorop stellen. Niet voor Gods kinderen in Babylon. Dus vlak na de Zonderswet is er nog een mogelijkheid voor Gods kinderen, welke zich in Babylon bevinden... Om zich hiervan af te scheiden. En te kiezen voor Gods wet met daarbij de Sabbat als zegel van God. Of het merkteken van het beest. Dat is het nagelang wat ze krijgen. Er zijn maar twee keuzemogelijkheden. Dus wat zien we? Die 144.000 die uit Sion vandaan komen. De Laodicense worden ze ook wel genoemd. Die karakter van de Philadelphia gemeente hebben... Die worden verzegeld bij de Zondagswet. Per direct. En dan wordt de keus nog voor Godskinderen die uit Babylon komen. Uit al die andere kerken. Dat moet u goed vasthouden. Die kunnen dan ook verzegeld worden. Dus nadat Godskinderen die die luide roep brengen, verzegeld zijn. Dus na de Zondagswet. En dan gaan we nu beginnen te lezen. Met Openbaringen 7, vers 1. En na deze, dan moet u goed opletten, ik heb er heel vaak een sterretje bij staan en dan zult u dat straks ook veel beter begrijpen. Na deze zag ik vier Engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. De vier Engelen worden hier uitgebeeld als beschermers van deze aarde. Tijdelijke beschermers zou je ook kunnen noemen. Het speelt zich nu niet alleen meer af op de aarde, want er wordt niet gezegd natie, geslachten, volken en talen, zoals je weet, maar rondom de vier hoeken der aarde. Ziet u dat? De vier hoeken en vier winden der aarde. Dus ook de hemellichamen rondom ons zullen hierbij betrokken worden. De vier winden der aarde worden door goddelijke tussenkomst nog tegengehouden, opdat geen wind zal waaien op de aarde. En wind is strijd. Wind, strijd en vernietiging, zie je Jeremia en ook Daniel erin. Teksten kunt u zo opzoeken. Wij worden nog beschermd door die engelen die die winden. Winden is commotie, is strijd, is oorlog, worden nog tegengehouden, totdat een verzegeling heeft plaatsgevonden. En daar gaan we eens meer naar kijken. Hoe lang heeft God geduld met ons mens? Nou, dat zult u begrijpen, heel lang. Maar dat willen we toch eens lezen in Genesis 15 vers 16. In het oude testament zegt God van de amorieten, en het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der amorieten is tot nog toe niet volkomen. Dus God wacht tot het vierde geslacht. Dan pas zou de Heer God die amorieten vernietigen. Want dat was nog niet volkomen. Dit volk leefde in diep zedenbederf. En afgodendienst. De mate der zonde was nog niet vol. God zou hun ongerechtigheid nog toelaten. Tot in het vierde geslacht. Was er dan nog geen verandering gekomen. Dan zouden Gods oordelen ongenadig over hen neerdalen. Dus God is barmhartig. Tot in het vierde geslacht. En. Dat zien we overal weer terugkomen. Zelfs in de wet van God. Laten we maar eens lezen. Ook in de wet geeft God ons zijn liefdevolle oasioen. Want God is liefde, dat weten wij. Maar het houdt een keer op natuurlijk. Gij zult u geen gesneden beeld. Nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is. Nog van hetgeen onder de aarde is. Nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog indienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God die de misdaadig vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergene die mij haten. Ziet u dat? Het derde tot en met het vierde lid, degene die mij haten. Dat was toen ook zo bij de Amorieten in het geval. Maar we hebben een liefdevolle God, want wat staat er ook? En de barmhartigheid. Aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Exodus 20, vers 4 tot 6. Prijs de Heer. Dus God waarschuwt. Zelfs de kinds, kinds, kin, kindskinderen worden nog gered. Kunnen nog gered worden. Krijgen nog genade van God. Maar het stopt een keer. En dat willen we ook goed lezen hier. Juist ook in Gods wet. Ja, en dan zegt u van wat gebeurt er allemaal? Er is heel veel gaande hier. Want er is een strijd gaande. En dan willen we naar het Oude Testament en natuurlijk het Nieuwe Testament. Nou laten we eerst eens kijken in de profetieën, hoe die strijd gaande was. Want wij zullen het over die 144.000 hebben. Kijk dus met me mee. De drievoudige profetie. En waar hebben wij hiermee te maken? Wij hebben te maken met een bodus, met engelen, met godsdienstknechten. En we hebben te maken met een corrupte kerk of gemeente, hoe je het maar noemen wilt. We hebben met de burgerlijke macht te maken en we hebben met verleidingen te maken. De verleidelijke dans heb ik het even genoemd. Want als we eens gaan lezen, hier zien we de verleidende machten in de tijd van het oude Israël en in de tijd van het einde. Tijdens de luidroep waarmee de 144.000 te maken krijgen. Later natuurlijk ook meer in Openbaring 14. Dus dit zijn in principe allemaal verleidende machten. En wij hebben hier Elia, de profeet, dat is de eerste bode, Gods diensknecht. En die had te maken met een corrupte kerk. En in het bijzonder Iszebal was dat, die alles ook corrupt maakte, afgodendienst instelde en ga zo maar door. En dan hebben we ook te maken met de burgerlijke macht. En dat was Agab, zoals je weet. En wat ziet u hier ook tussen, dat was een, een godloze die een huwelijk aanging met een kind van God. Bijzonder was dit weer ook kerk-staat verhouding, wat niet goed was. Maar dat even tezijde. En dan hebben we ook met de verleidelijke dans te maken. De verleidelijke dans van de Baal profeten, dat weet u nog. Die allemaal inkervingen maakten en ga zo door om vuur uit de hemel te laten nederdalen. Maar dat kon onze geliefde God de Vader alleen maar door zijn kracht en door zijn dienstknecht Elia. De tweede dienstknecht van God was Johannes de Doper. En die had te maken met Herodias en Herodes. Herodias weet u misschien ook nog, die zette haar dochter aan om het hoofd van Johannes de Doper te vragen en Herodes was toen de burgerlijke macht. Dat weet u ook nog. Die was wel gesteld op Johannes de Doper. Maar daar was ook Salome. Die deed die verleidelijke dans. Weet u nog? Als u deze verbanden goed gaat zien, dan komen we bij de 144.000. De derde dienstknechten van God de Vader. En juist in de tijd van het einde. Daar hebben we ook een corrupte kerk. Hoe u hem maar noemen wilt, dat is het Vaticaan en het Pausdom. Daar hebben we heel veel van gehoord en gelezen. Krijgen we nog meer over. En dan hebben we ook een burgerlijke macht. Dat noemen we wel de Verenigde Naties, zoals je weet. VN of the United Nations in het Engels. En dan hebben we ook de verleidelijke dans. En die verleidelijke dans is dus de valse profeten. Juist die charismatische kerken, die evangelische kerken, die zeggen van: ja, geloof alleen en het is allemaal goed. En dat is dus niet zo. Juist in Amerika bevindt dat zich allemaal momenteel. Dat weet u. Ziet u dat die verbanden met het oude testament heel belangrijk zijn? Waar kunnen we meer lezen wanneer Gods geduld met deze wereld ten einde is? Dat staat in Openbaring 18 vers 5 en 6. Juist na die vierde engel, want haar zonden zijn de een op de andere gevolgd tot den hemel toe. En God is haar ongerechtigheid gedachte geworden. Ziet u het? Vergeld haar gelijk als zij uw lieden vergolden heeft. En verdubbelt haar dubbel naar haar werken. In de drinkbeker waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. En als u die plaatjes ziet, die spreken voor zich. Overspel, de Pontifex Maximus. Satanaanbidding, Illuminati. Daar hebben we de vrijmetselarij, IHS. Daar hebben we nog eens de aanslagen in New York en in het bijzonder de Jezuïeten. Let hier op het tekentje: IHS, Isis, Horus, Sepp. Het is lang genoeg geweest. Als we dat gaan bekijken, hoe de wereld er nu voor staat, dat moeten we bijna kunnen begrijpen. En God stopt daar ook mee. Zijn geduld raakt ook één keer op. En dan komt die engel. Die engel uit Openbaringen 7 vers 2, laten we dat nu maar eens lezen. Die heeft dus heel veel te maken met die engel van Openbaring 18 vers 4. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon. Openbaring 7 vers 2a. Ja. Deze engel komt waarvan het grote licht onze donkere wereld bestraalt, van God. Dat weten we, God bestraalt nog één keer deze wereld met een groot licht. Als een zonsopgang uit het oosten begint, de engel, de bode gods, zijn tochten om steeds meer en meer licht te geven aan zijn dienstknechten, die de luide roep moeten gaan brengen. Deze krijgen ook als eerste de spaderegen om de late verkondiging, dus die vierde engel, kracht bij te zetten. En daar hebben we het nu over. Voordat de laatste storm losbarst, zo zou je het bijna kunnen noemen. Wil God een bijzondere verzegelingswerk volbrengen? Bij zijn oprechte en getrouwe kinderen. door deze engel. En ik raad u nogmaals aan, lees deze teksten goed. Heel bijzonder. Dus daar komt een bijzondere engel. om Gods kinderen te verzegelen. Want dat gebeurt er. Dat lezen wij ook verder. En. Dat zien we ook in Jacobus en Joal. Die profiteerden daar in het Oude Testament al over. En juist in openbaring 18 zien we dat ook allemaal gebeuren. Ja, en wat draagt hij aan? Het zegel van God. Maar nou, dat willen we ook lezen. Openbaring 7 vers 2b, dat staat daar. Hebben we het zegel des levenden Gods. Bijzonder. Als eerste worden Gods kinderen verzegeld. Voordat er ook maar iets gebeurt op deze aarde. Dit zegel, door een engel gegeven, zorgt ervoor dat we niet door Gods plagen kunnen worden gedood. Dat is bijzonder. Wel zullen we door de verschrikkelijke verdrukking heen gaan. Dat mag ook duidelijk zijn. Zonder de levende God, dat weten we, onze geliefde Heer Jezus leeft dat in alle eeuwigheid, kunnen we niet bestaan in de tijd van het einde. De benauwdheid dus. En hier ziet u nog een paar adviezen. Advies, zie, presentatie, de opname uit de openbaring uit de serie zijn boodschappen in de provincie. Dat we door de verdrukking heen zullen gaan, is heel duidelijk allemaal uitgelegd. Het is gewoon belangrijk dat u dat hele verband gaat zien in de Bijbel en in het bijzonder natuurlijk in openbaring. Ja, en nu komen we op het punt van die 144.000. Wie zijn dat? Wie zijn dat? Wie worden hier dan bedoeld en wie worden verzegeld. Door berechten van hart welke? En daar komt het punt waar het om draait. En dat halen we natuurlijk weer uit Ezechiël, uit het Oude Testament. Dus diegenen die zuchten en uitroepen over al deze gruwelen, die in het midden dezelfde gedaan worden. Dus dat zijn ze. Bedenk goed, lieve mensen, die. ...heel veel verdriet hebben en zien wat er om hen heen gebeurt. Deze zullen als eerste het zegel van God ontvangen. Het is aan ons of wij bij deze bijzondere verzekering zullen zijn... ...of zullen ten onder gaan door het verdervend wapen Gods. Zoals geschied is bij de letterlijke verwoesting van de stad Jeruzalem... ...in 70 na Christus. En hier staan weer ook die... Verbanden in, in het Oude Testament. En let vooral op die voorhof bij Ezekiel en Openbaring 11, vers 2. Heel in het bijzonder dat God al laat zien door zijn woord. En ook al in, bij Ezekiel in het Oude Testament: dat Gods die verdriet hebben voor alles wat hier over deze wereld gebeurt, dat zijn degenen. Die God heeft aangeraakt. Die dat ook zien. Die ook die ogen hebben gekregen. Weet u nog? In Laodicea. Die zien. En verdriet hebben. En uitroepen over al deze gruwelen. Nou ik kan u vertellen. Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt. Ook in Gods gemeente. Ook in al die kerken. Daar weten wij de helft niet van. Maar God weet het. En wij mogen dat ook zien. Als u die ogen hebt gekregen. Dan ziet u dat ook. En God gaat. Dat oplossen. Met zijn uitverkoren volk. Met 144.000 vrijgekocht. En dan gaan we meer overlezen. En hij, staat een kleine letter. Riep met een grote stem tot de vier engelen. welke macht gegeven was. de aarde en de zee te beschadigen. Zeggende: beschadigde de aarde niet. Nog de zee. Nog de bomen. Totdat wij de en Onze schots. zullen versegeld hebben. aan hun. Voorhoofden. Ik heb hier al even bijgezet: bomen zijn leiders of dienstknechten van God. Ziet u het sterretje staan? De ene engel, hij, met kleine letters dus geschreven, geeft een korte tijd van rust aan. Totdat de dienstknechten onze gods verzegeld zijn en hun werk hebben kunnen doen. Dit is de luide van openbaring 18, vers 4 het gaat uit van haar mijn volk. Weet u dat nog? Voor Gods kinderen, welke nog in Babylon zitten. En het bijzonder daarbij is in het voorhoofd staan onze gedachten en hier worden onze besluiten genomen. Dit is alleen bij mensen zo en niet bij andere wezens. Wat lezen we hier? Gods dienstknechten die worden verzegeld aan het voorhoofd. Dat zien wij en begrijpen wij ook. En dat is bijzonder, want die hebben besluiten genomen. Zij ook, die 144.000, hebben besluiten genomen om Gods eeuwige evangelie te verkondigen. Maar straks ook diegenen die kiezen moeten voor de Sabbatdag. En God moeten eren en aanbidden op de juiste dag. Die moeten ook een keus maken. En dat wordt ook op het voorhoofd, komen we... Erop ook weer in. U ziet dat de Bijbel steeds dichter bij elkaar komt. De hoofdstukken ook steeds dichter bij elkaar komen. Heel bijzonder. En die engel die riep dat dus. Hoe is deze eerste groep verzegeld? Moet u even weer op dat woordje deze letten. Zij hebben de naam des Vaders aan hun voorhoofden. Een andere uitdrukking voor het zegel Gods is de goddelijke handtekening die aan hun voorhoofden Aantoont dat Gods beeld wordt vereeuwigd in hun geest. Ze zijn zo met Christus verbonden. dat ja, die goddelijke handtekening als het ware in hun voorhoofd staat. En in het bijzonder ziet u ook Openbaring 14, vers 1. daar weer bij staan. In hun gehele doen en laten. in hun gehele wezen wordt dit zichtbaar. voor iedereen. Zij zijn voortaan vastgeankerd. in al de waarheid, of die volle waarheid, weet u het nog? Zodat zij niet zullen worden losgerukt in de laatste strijd. Zij zijn onberispelijk voor de troon van God. Dan komt het, hè? Zonder zonden kunnen leven. Dat zegt de Heer Jezus, dat lukt als u maar heel dicht bij mij blijft. En dat moeten die verzegelden die 144.000 absoluut zijn. Hoe bijzonder worden de 144.000 in het Oude Testament genoemd. Laten we eens lezen in Isaiah 20, vers 22. Een bijzondere tekst staat daar. En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen der Heeren ten spijsoffer brengen: op paarden, en op wagenen, en op rosbaren, en op muildieren, en op snelle lopers, naar mijn heilige berg toe. Naar Jeruzalem, zegt de Heer. Gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in een rein vat. Brengen ten huize des Heeren. En ook zal ik uit dezelfde enigen, let op dat sterretje, tot priesters en tot de levieten nemen. Dus niet vanuit de levieten, zegt de Heer. Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heer, alzo zal ook uw lieder zaad en uw lieder Naam staan. Heel bijzondere tekst. En daar is nog een tekst bij, dat is Hosea 4 vers 6. Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen. Dat gij mij het priesteramt, ziet u dat, niet zult bedienen. En dat klopt ook. Terwijl gij de wet uw schots vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Dus mijn volk is uitgeroeid, er komt een... Bepaald moment dat Gods volk uitgeroeid is. En ze zullen geen priesters meer zijn, want God verkiest nieuwe priesters. Zal zich nieuwe Levieten-priesters benoemen. Een heel belangrijke tekst is dit voor heel Openbaring 7. Leest u hem nog een paar keer door. En ik zal u er ook nog een paar keer op attenderen. Dan gaan we verder met Openbaring 7, vers 4. En juist in dit vers. Komen die 144.000 naar voren? En ik hoorde het getal dergenen die versegeld waren. 144.000 waren versegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Die 144.000 worden maar twee keer genoemd. Dat is onder andere in Openbaring 7 en Openbaring 14. Dus die zijn ook nauw aan elkaar verwant, dat zult u begrijpen. Hier wordt. Een getal aangegeven. waarmee. een vaststaand aantal wordt bedoeld. Want getallen zijn bij God bekend. Alle getallen. Advies: lees eerste geschriften, onder andere. Dan mag u lezen. Hoeft niet, is niet belangrijk. maar ik zet hem er wel even bij. De verzegeling, bladzijde 30 tot en met 33. Interessant. Mijn eerste gezicht: alleen de 144.000 in de Tempel. en in gouden letters in stenen. Tafelen gerafeerd, bladzijde 11, kunt u ook nog eens lezen. In het perfecte vierkant om Jezus heen, bladzijde 343, is interessant. In Maranatha, bladzijde 368, alle werelden te bezoeken. Bedenk hierbij dat dit Gods kinderen zijn welke de luide roep hebben gebracht, en dit niet de enigen zijn welke gered worden. Hierover bestaat een groot misverstand. Want daar staat, zoals je hebt gelezen, alle geslachten. Ze komen uit alle geslachten vandaan, maar dat wil niet zeggen dat daar al Gods kinderen mee bedoeld die gered worden. Want, zoals je hebt begrepen, daar is een twee scheiding in: mensen die Gods kinderen roepen, Gods dienstknechten, kun je noemen die Gods kinderen roepen, en mensen die behouden zijn. Dus de laatste behoudenen die Gods kinderen die de wet van God, de Sabbat hebben gehouden. Bijzonder. Nu gaan we verder om die verzegelden, om die 144.000. willen we meer weten. Wat betekent het om verzegeld te mogen zijn? Evenwel het vaste fundament Gods staat. Hebben we dit zegel, dus dit merk staat in de NBG, dat is goed fout mensen, dat moeten u absoluut niet lezen, want dan gaan we het idee van een merkteken krijgen, dat is niet zo. De Heer kent degene die de zijnen zijn. En, ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Dat staat in 2 Timotius 2 vers 19. Dan leest u dat nog maar eens goed door. Dus dat zegel, God staat hebbende dit zegel, dus wij moeten dat zegel hebben. En die staan af van ongerechtigheid. Ongerechtigheid, hebben we het andere woord daar ook, adikia, bijgezet. Maar ongerechtigheid is Onrechtvaardigheid is wetteloosheid. Let erop. Onrechtvaardigheid is wetteloosheid. Onrecht doen aan het recht van God de Vader betekent dat. Onrechtvaardigheid van hart en levenswijze, ziet u, karaktervorming, daar komt die aan. En een daad van overtreding van de wet en het recht. Een handeling van ongerechtigheid. Dus wat zien we? Die wet is zo belangrijk. En onze levenswijze, het karakter, is weer zo belangrijk. Onrecht doen aan het recht van God de Vader. En dus ook aan de schrift. Allesomvattend, ongerechtigheid. Dus willen we verzegeld zijn, dan moeten we die ongerechtigheid absoluut niet meer hebben. Zonder zonde zijn. Ziet u, het? komt hier weer, maar het is toch zo bijzonder. Zonder vlek of rimpel krijgen we straks ook nog te lezen. Waar werd er nog meer verzegeld in de Bijbel? In Exodus 12, vers 7 en 23. Een bloedig teken, zinnebeeld van het reinigende bloed van het Godslam, beschermde Israël in Egypte tegen de engel des verderf. En dat is om te onthouden. Een zichtbaar teken, het zegel van de levende God, het teken van de eigenaar op zijn eigendom is dat. En we zien het ook weer terug in Openbaring 3, vers 12. Leest u dat nog maar eens door. Of ziet u vooral die presentatie nog eens? Dit is nu op deze aarde nog niet een letterlijke indruk op het voorhoofd, maar dit is een onderscheidingsteken tussen de aanbidders van de levende God en diegenen die eer brengen aan de andere macht Babylon. Straks krijgt wel iedereen een nieuwe kroon. Dat lees je weer in Openbaring 3 vers 11. Wat wil ik hiermee zeggen? Teken op het voorhoofd. Een zegel op het voorhoofd. Daar wordt er niet een, een letterlijk zegel op gedrukt. Dat iedereen dat kan zien. Nee. Dat zegel ziet alleen God, de Vader en de engelen. En voor de rest niemand. Maar u moet weten dat hij er is. Dat zegel wordt wel gegeven. En we krijgen straks ook een zegel. Een kroon. Maar straks in de hemel. Die krijgt straks iedereen. Dus dat zegel is niet zichtbaar voor mensen. Ook voor diegenen... Die straks de Sabbat gaan houden en dus nu nog de zondag houden, de verkeerde rustdag zoals we weten. Die worden ook verzegeld, maar er is niet te zien aan het voorhoofd. Dus bedenk dat daar verschillen in zitten. Niet zien en wel zien. Dus in de hemel krijgen we een kroon en die zien we straks allemaal. Het belang van het zegel van God voor de 144.000. Door een zegel wordt aangetoond dat er iets voltooid is en zijn rechtsgeldigheid heeft ontvangen. Dit heeft alles te maken met de zabbat. Zie de presentatie uit de serie Zijn boodschap in de provincie, de nummers 6 en 7. Die horen ook bij elkaar. Niemand zal het zegel van God ontvangen welke niet zijn karakter heeft gezuiverd van alle wereldse aangelegenheden. Ik zet hem er nogmaals bij mensen, want het is zo belangrijk. Het zegel van God is niet alleen maar de sabbatag heiligen om bij de 144.000 te mogen horen. Denk aan de gelijkenis van de vijf wijzen en vijf dwazenmaren. Matthäus 25, 1 tot en met 13. En lees daarbij ook Openbaring 14, vers 13. Dus we weten nu, als dat zegel geplaatst is, dan is er iets voltooid. Dan hebben we een soort rechtsgeldigheid ontvangen. En dat heeft vooral te maken met onze, natuurlijk ook kennis van Gods woord, omdat we dat uitdragen moeten, maar in het bijzonder dat we een geheiligd leven leiden in Christus Jezus, door onze geliefde Heer en zonder, zonder leven. Nu gaan we eens verder naar dat getal, maar daar zit ook iets bijzonders in, want heel veel mensen maken de verwarring in dat getal. Het getal 144.000. Hoe zit het met dit bijzondere getal 144.000? Dan een aantal puntjes. 000 is tijd in de goddelijke dimensie en eeuwigheid. 000 is niets, maar is ook eeuwigheid. 666 het tegengestelde, namelijk de mislukking van de mens, want zo is het wel. 777 is het volmaakte goddelijke, is ook bijzonder. 12 keer 12 is 144 plus de eeuwigheid 000 geeft de volheid aan van Gods volk. Met 000 erbij bereikt het zijn verre profetische strekking. Er wordt straks niet één gemist. Eerste geschriften bladzijde 11. Gods stadsmuur bereikt haar volle breedte of diepte van 144 l. Is een bijzondere maat. Kom ik nog op terug? Bedenk telkens dat er nooit een getal in de Bijbel als symbolisch wordt aangegeven. Bijvoorbeeld het getal 7 wordt nooit 8 en het getal 6 wordt nooit 16. Wel zit er in de Bijbelse getallen een symbolische waarde, zoals 7 het volheidsgetal van God is en 6 het getal van de mens is. Maar de getallen zelf veranderen nooit. Dat is iets wat u heel goed moet vasthouden. Want heel veel mensen zeggen: ja, dat getal is een symbolisch getal. Nee, dat getal heeft een symbolische waarde. En dat is wat anders. Het getal 144.000 schrijft God op en dat is 144.000. En daar zijn heel veel mensen die denken: hoe kan dat nou? Ik, nou snap ik er helemaal niets meer van. We zijn nog niet klaar. We gaan verder. Let op. God schrijft een getal op en dan is dat getal ook het getal. 7 is het volheidsgetal, verandert niet weer. En 6 ook niet. En zo doen de 144.000 ook echt niet. Want ter bevestiging kan het grote conflict worden gelezen. Bladzijde 596. En dan in het bijzonder uit de paperback. Die heb ik er voor u bijgenomen. Om u te laten zien wat er in die tijd van het einde gebeurt. En dat er ook verschillen zijn tussen. Voor de Zonderswet en na de Zonderswet. Laten we maar eens lezen. De profetie van E.G. White. Het dichtst bij de troon staan, dat is de eerste. Zij die eens trouwe slaven van Satan waren. Zij zijn echter als brandhout uit het vuur gerukt en hebben hun verlosser oprecht en toegewijd gevolgd. Dat is de eerste groep. Twee. Dan konden zij die ondanks het bedrog. En het ongeloof van de wereld een volmaakt christelijk karakter hebben ontwikkeld. En let op, zij die godswet hebben onderhouden toen de christelijke wereld dacht dat ze was afgeschaft. Let op, dat is dus belangrijk. Daar hebben we twee groepen, juist na die zondagswet. En nu voor die zondagswet. Derde, en tenslotte de miljoenen van alle eeuwen die om hun geloof als martelaren zijn gestorven. Dat is de derde groep, dus voor de zondagswet. En dan de vierde, nog verder staat, een grote schade die niemand tellen kon. Uit alle volk en stam en natie en talen. Voor de troon en voor het land, bekleed met witte gewaden En met palmtakken in hun handen. Ziet u dat? Palmtakken, onthoud u dat even. Er zijn dus vier groepen in de hemel erkend. Welke een specifieke periode en ervaring hebben meegemaakt voor en na de zonneswet op aarde. En let ook op, ik heb er even een klein puntje van aandacht neergezet. Er zit een heel klein vertaalfoutje in ten opzichte van het Engels. Niet erg, maar dan zou u kunnen denken dat er vijf groepen zijn. Er zijn vier groepen in de hemel. Vier dieren in de hemel. Vier evangelieën. U begrijpt het al. Het klopt weer. God is zo bijzonder en dat is wel eens mooi, als we de geesten provoceren, dan mogen we wel eens iets meer weten. En dit is zo'n puntje, wat wel belangrijk is voor dit stuk uit de Bijbel te kunnen en mogen weten, om dit meer te bevestigen. Wat houdt deze ongerechtigheid en wetteloosheid dan precies in? Gaan we daar even naar terug, naar die wetteloosheid, daar hebben we het zo pas over gehad. Efeze 4, vers 24 tot en met 32. En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en ieder met zijn naaste. Want wij zijn elkanders leden. wat toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. En geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer. Maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen opdat hij hebben mededelen degene die nood heeft. Geen vuile reden, ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat ze genade geven dien die dezelfde horen. En dan komt het belangrijk stuk. En bedroef den heilige geest gods niet, door welke gij verzegeld zijt, tot een dag der verlossing. Dat is dus die eindheid. Alle bitterheid... En toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering, zij van u geweerd, met alle boosheid. Maar zegt elkander, goede tieren, barmhartig, vergevende Elkander, ...gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. Prachtig, mooi, leest u hem nogmaals eens, eens door. Dus bedroeft de heilige Geest Gods niet in, door de welke gij, u, ik, God bepaalt dat. Dit verzegeld zijt tot een dag der verlossing. En die dag der verlossing, daar zitten wij vlak voor, zoals je weet. Die Bijbel is zo mooi geschreven als we dat gaan verstaan. Wat is bij Gods leerlingen van het grootste belang? En in het bijzonder dus bij die 144.000. In Jesaja 8, vers 16 en 20 staat. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet. Die moeten we in ons hart hebben onder mijn leerlingen, tot de wet en tot de getuigenis. Zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad, en bijzonder staat daar, in de King James versie, geen licht, dus dat goddelijk licht, zullen hebben. Ik heb lust, o oh mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden mijns ingewand. Dit zei onze geliefde Heer Jezus Christus. Door de profeten heen. Want dit is het verbond. Dat ik met het huis Israëls maken zal. Na die dagen. Ziet u dat? Na die dagen. Zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Prijs de Heer. Het volk Sion. In de tijd waarin we nu leven. Is dat niet prachtig? Is dat niet geweldig hoe die oude profetieën zo belangrijk worden, juist in de tijd waar wij nu leven? Het moet toch duidelijk zijn dat in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament zoveel staat. Zelfs in de Hebreeënbrief kunnen we het weer lezen. Vlak voor de opening van het zevende zegel, na de zondagswet, wat gebeurt er dan? Voor het openen van het zevende zegel, dat is. Delta, die drieënhalf jaar. breng ik u ook nog even onder de aandacht. Brengt Christus zijn volk in de intiemste gemeenschap met hem? Deze zijn de laatste strijders tegen de machten der duisternis. op een planeet welke in volle opstand tegen de schepper leeft. Nou, neemt u dat van mij aan dat dat gaande is in die jaren. Lang klopte hij aan de deur van deze strijders om hun harten. Ten slotte volledig aan Hem over te geven, om vervolgens in volle overgave voor Hem te werken in de tijd van de Jacobsbenauwdheid. Deze groep, dus die priesters van de 144.000, wordt versegeld bij de afkondiging van de Nationale Zonderswet. Het is een voorrecht om hierbij te mogen horen. Bijzonder is dat om daar te kunnen en mogen bijhoren. want dan worden die 144.000 verzegeld in die 3,5 jaar, zoals we hebben gezien. En natuurlijk zegt hij die 3,5 jaar staat niet in de Bijbel. Prima, u mag er ook 10 jaar van maken, heb ik geen problemen mee. Maar de Bijbel laat door de giastische structuur heel iets duidelijks zien. En ja, en waar staat het zegel van God ter herhaling? Dat weten we natuurlijk Waar staat het zeel voor God? In het midden van de stenen tafels, in de wet van God geschreven. Dat weet u, gedenkt de Sabbatdag in Exodus 20 vers 8 tot 11. Dat gij dien heilig, zes dagen zult gij arbeiden en in al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw schots. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbadag en heiligde denzelfde. En wat weten wij? Daar staat precies het zegel van God in. En dat moeten wij in ons hart hebben. Precies in het midden. Juist in het vierde gebod, zoals u weet. En wat houdt zo'n teken in? Wat zeggen de profeten weer over die tekens? Welk teken is aan het zegel verbonden? Daartoe ook gaf ik hun mijn sabbaten. Om een teken te zijn tussen mij en tussen hen. Opdat zij zouden weten dat ik de Heer ben die hen heilige. Dat geldt dus voor de gehele mensheid dan op aarde. En heiligt mijn Sabbaten. En zij zullen tot een teken zijn tussen mij en tussen lieden. Opdat gij weet dat ik de Heer uw God, men. Het is zo duidelijk. Het kan bijna niet duidelijker, volgens mij. Als we dit toch gaan verstaan. En gaan begrijpen: dat Gods volk, Sion, de Philadelphia-gemeente. Ook nu nog Laodicea. Het zegel op hun voorhoofd kan krijgen, en dat daaruit Sion bijzondere dienstknechten komen. Om Gods luide roep te brengen. En om Gods oprechte kinderen uit al die kerken te halen. Want die krijgen ook het zegel van God. Het teken moet aan hun te zien zijn. En dat is de Sabbatdag. En dat wordt nog een hele strijd. Als dat moment straks of al is uitgebroken. Dan weet u hoe zwaar die strijd is. Lieve mensen, tot zover eerst het eerste deel van hoofdstuk 7. En het tweede deel wordt nog interessanter, dat kan ik u beloven. Dus graag ook tot straks bij het tweede deel van hoofdstuk 7. En tot ziens.